Ja. Ik kom iemand tegen en hoe gaat het? Ja, ik heb een fobie. Ik kan zeggen, goh, wat erg. Ja, ik kan ook denken, is het een microfobie of is het een macrofobie? Er is nou een verschil tussen, hè? Want volgens mij hebben we allemaal wel een soort fobie in ons. Dus dat kan een soort nuance geven aan de ernst van de fobie. Gaat het om een microfobie of een macrofobie? Of iets wat ertussen laveert. Ja, die gaat dan ineens, die is dan niet alles overmachtigend of zo? Hè? Ja, alles overheersend. Ik heb zo'n last van mijn knie, hè. Ik ben al 5 keer geopereerd. Wordt alleen maar erger. Maar deze knie vergeet ik gewoon, hè. Dus ik heb 2 knieën, waarvan er 1 soms tegenwerkt. En de 1 die het goed doet. Het geeft een andere... Niet dat dit niet erg is, of dat dit genegeerd moet worden. Maar we hebben 2 knieën. Er zit nu angst dus. Ja. En in een fobie zit een microgedeelte en een macrogedeelte. Kan ik daar een beetje zicht op krijgen?